LIDER is een subsidieringsprogramma, een Europees subsidieringsprogramma specifiek voor het platteland. Wat belangrijk is aan LIDER is dat eigenlijk alle actoren die actief zijn op het platteland en die een goed idee hebben om het gebied te versterken en het platteland aantrekkelijker te maken, die kunnen projecten indienen in het LIDER-programma. Wat ook wel uniek is aan LIDER is dus de ideeën van de projecten komen van onderuit, van het gebied. Maar ook de beslissing wordt eigenlijk genomen door mensen ter plaatse. En hoe komt dat? Je hebt de plaatselijke groep. Dat is een publiek-private samenwerking waar dat je zowel publieke actoren als private actoren die samen eigenlijk beslissingen nemen over die projecten. Een van de taken ook van een plaatselijke groep is eigenlijk om een lokaal ontwikkelingsstrategie te maken per gebied. En dat is eigenlijk, er wordt gekeken naar het gebied, wat zijn hier de sterktes, wat zijn hier de zwaktes, waar liggen de uitdagingen om nog een mooier platteland te maken, wat is typisch voor deze streek. En dat wordt eigenlijk geschreven in een los. En als dat dan eigenlijk overeenkomt met het idee van die van die promotor die leeft, werkt en woont op het platteland, kan dat een match betekenen. Daarnaast heb je ook een aantal LIDER-kenmerken die heel typisch zijn. Een project moet vooral rond samenwerking gaan, moet vernieuwend zijn, over de sectoren heen. Nu, de sterktes zijn absoluut dat mensen verplicht worden tot samenwerken, zowel in de projecten, maar eigenlijk ook in die plaatselijke groep gaat je ook ergens tot samenwerking komen. Je gaat publieke actoren hebben, dus burgemeesterschepen die het gebied uiteraard kennen, maar je gaat evenzeer mensen die uit het verenigingsleven komen, die op een andere manier eigenlijk naar hun gebied kijken en die kunnen ook samen projecten gaan goedkeuren al dan niet. Maar dus eigenlijk ook wel echt in de projecten zelf zien wij toch echt wel dat er combinaties gaan ontstaan die er anders niet zijn. En waar dat ik dan achteraf ook vaak hoor van dat is nu net het sterke aan LIDER, doordat we dat samen hebben gedaan. 1 plus 1 is 3, is meer dan dat. En die samenwerking blijft dikwijls ook duren. Ook al het project afgelopen is, of die hebben elkaar wel echt gevonden in het gebied. Het is zo dat in het huidige LIDER-programma, in het LIDER-gebied waar ik te werkzaam wil, een lokaal ontwikkelingsstrategie was met 8 doelstellingen, wat is heel ruim. Het platteland omvat ook heel veel. Dus dat ging zowel van toeristische projecten als erfgoedprojecten, als ruraal ondernemerschap, verbreding daar rond, als het aanleggen van pleinen, dorpskernen, tot het verenigingsleven activeren. Dus dat was zeer ruim. In het programma dat gaat komen, is het de bedoeling dat er veel meer gefocust gaat worden. Vlaanderen heeft ons 15 thema's gegeven, plattelandsthema's. En het gebied heeft dan de opdracht gekregen om 3 thema's per gebied te kiezen. Nu, binnen LIDER is er ook ruimte om in die Europese context eigenlijk te gaan samenwerken. We mogen niet vergeten dat het een Europees programma is. En er zijn dus echt ook middelen voorzien voor die samenwerking. Maar je kan die ook gaan gebruiken eigenlijk binnen Vlaanderen of met andere LIDER-gebieden die in de toekomst ook dezelfde thema's uiteraard hebben gekozen.